greatness. Ooh, a legend in the making, deep in my bones. Oh yeah, I know I am the champion. Ja, Mark Milaat, 32 jaar, trainer van PSV onder 14. En voor het 13e jaar werkzaam bij PSV. Oh, dat is heel goed. Masterclass aanvallen. Wie vindt hier weer wat van, hoor? Wie vindt hier weer wat van? Hij beeld halen met die poppenkast. Hij microfoontje weer aan. Hij is zo man. Dat is ook vervelend, ook. Einde eerste helft, positie. Daarom zou ik jou teruglopen. En toen zag ik al dat het niet goed was. Ja, de stand was 0-0. Maar ja, ik gaf ook met woord en gebaar aan van het is helemaal niks. Dat deed je goed, want daar dacht ik, dat is leuk. Dat is voor je helft te gaan kijken. Dus de eerste helft hebben wij, we zagen dat Thomas er niet meer op stond. En dat Zowel erin kwam. Ik wist dat Zowel een helftje ging spelen. Ja, de rol van Zowel was mega scherp. Ja, dat is echt goed. Obama, Zowel. Vond ik een geweldig duo. Ik vind misschien Obama wel beter vanuit die positie dan als centrale spits. Terwijl ik vorig jaar ook zei dat Zowel is misschien ook wel een 9,5. Ik denk dat gewoon wel de keuzes die we maken en druk zetten met 9 en 10, dat gewoon voor hun ook wel past. Want zij komen natuurlijk vaak samen uit in die samenwerking. Maar met Jonas en Obama is dat ook vaak goed. Ja, ik heb de tweede helft heb ik. Als je kijkt vanuit principes, echt puur vanuit principes, vanuit elk hoofdmoment, dan zie je enorm veel terug. Dan zie je enorm veel terug. En dan was wachten op. Als het 0-0 had gebleven, had ik gezegd van ik heb echt genoten van de tweede helft. Maar dat had ik ook wel gezegd dan, hoor. Want de tweede helft was gewoon ook een stuk beter. Als hij niet gevallen had, dan was het uiteindelijk nog goed geweest. Want in het proces hadden we het. Het is natuurlijk lekker dat hij valt. Ja. Ik heb tegen de jongens ook gezegd voor de wedstrijd, volgende week heb je een topwedstrijd, maar je topwedstrijd wordt pas een topwedstrijd als je deze wedstrijd wint. Ja. Beelden aan het selecteren voor de nabespreking. Die mag, Dirk Jan mag die dadelijk intekenen. Maar zaterdag willen we ook proberen om met 4 op het middenveld te komen. Alleen het nadeel is, ADO dekt eigenlijk bijna niemand door. En we staan in bezetting hier nu echt heel matig. Dus eigenlijk wil je nu hebben 6 bezet. Milan hier naartoe, want neem je hem mee. Zodat deze hier in de rug komen. Mathieu kan hier, eigenlijk moet je nu in de ruit uitkomen. Goedemiddag. Goedemiddag. Kik, mag jij trainen? Goedemiddag. Ja? Ja. Zo. Zo. Klopt wel lekker. Ze hebben 11 nodig, man. Ja, man. Kleine goaltjes nodig. Ik heb daar geel en oranje zijn de positiepaaltjes. Waar zetten we dan de grote goal in? Gewoon op de cirkel, moet je maar even. Wanneer heb je dit opgelopen? Gisteren. Luister goed. Doe naar mijn groepje van David gaat 4 kleine goaltjes geven. Ik heb heel veel last hier, maar ik dacht dat we over zou gaan. Heb je gemeld bij de fysio? Ga maar even doen nu. Want je loopt te hinkelen, je kan bijna geen bal inspelen. Toch? Doe maar eventjes. Jullie tellen niet, hè? Nee, alles is uit. Ja, daarom. Niet geteld. Hard optellen. Hard optellen. Als je niet hard telt, telt hij niet. Lekker, Sudi.
Hier, ja juist, precies. Via naar Dier. Dier helpt hem door coaching als het kan. Goed meegedaan, Milan. Goed, Kev. Oké, goed gedaan. Ballen gaan mee die kant op. Focus deze week zal liggen op wij aan de bal. We gaan richting Fortuna en richting Ajax werken. Fortuna weet ik het niet precies, maar van Ajax weet ik in ieder geval wel een aantal dingen. En ik denk jullie ook, met hoeveel zit Ajax druk? 3. Wat doen ze op het middenveld? Nou, zone een beetje eigenlijk. Zone? Ja, eerst beginnen we wel. Hoeveel tegen hoeveel is het op het middenveld? 3-3, maar ze volgen niet. Oké, 3-3, volgen niet altijd. Soms wel, denk ik. Kun je vaker middenvelden losspelen? Als je achter je rond is. Is dat vaak gelukt daaruit? Een paar keer, niet heel vaak. Niet zo heel vaak. Dus achterin hebben we een plus 1. Op het middenveld hebben we eigenlijk gelijke aantallen. Waar we naar willen gaan kijken komende week is het vrijspelen of het creëren van een extra middenvelder. Zaterdag tegen Den Haag hebben we dat geprobeerd. Dat zal dadelijk ook terugkomen in de nabespreking. Maar dat is ook waar we zaterdag weer naar op zoek gaan. 2. 3, 4, 1, 2, witbal. Rust creëren, uit elkaar. Ik speel hem niet voor niks aan die kant in, Sudi. 1, 1, 1, 2, 3, goed aangepast. Blauwe bal. Los! Boom! Goeie goal. Hey, niet gaan staan kijken, uitvoeren. Go! Oké, boys. Nabespreking van de wedstrijd tegen ADO Den Haag. Het zijn 3 beeldjes. 4 beeldjes. 3 vanuit speelwijze en 1 andere. Momentje in de tweede helft. We staan redelijk hoog op het veld. Daar komen we zo meteen in ieder geval. We komen rond de cirkel uit. 3-2. Dus Loek hoge weg. Wie is dit? De rechtsbuiten. Rechtsbuiten. Voor wie is die rechtsbuiten in principe verantwoordelijk? Loek. Dus die gaat twijfelen. Moet ik helemaal dan mee terug? Krijg dus mensen vrij omdat je 3-2 met Teun aan de binnenkant speelt. Die speel je goed uit. Net 3-2 op de training, zelfde vorm. Ja, maar wat doet hij als hij hier komt en die blauwe blijft staan? Dan kan hij misschien ook nog wel een paas geven. Maar die hebben we wel bevraagd. Ja. Maar jij zou eigenlijk Milan daarop bevragen in plaats van bijvoorbeeld dat ik nu Mathieu vroeg. Ja, weet je waarom? Omdat ik benieuwd ben waarom Milan toch die keuze maakt om hem te geven op Teun. Ja. En waarom geeft hij hem denk je nu op Teun? Omdat Teun de enige is die doorbeweegt. In principe staat Oba te veel stil. En dus daarom bevraag ik Mathieu... Waar moet je je positie kiezen? Want ik weet niet veel 7 of zo. Maar die hebben 24 elftallen. We hebben tegen hun eerste gespeeld, man. Yes. Heeft iemand vieze dampoe gelaten? Wie is dit? Kom, heel even. Ik vind dat je vorige week tijdens de training echt te weinig in de energie hebt gedaan. In het omschakelen, in het aan de bal vrijkomen. Je hebt best veel momenten laten lopen. Ik heb beelden geselecteerd, die wil ik ook met je gaan kijken. Want ik wil dat je ziet ook waarom dat wij die keuzes maken. Dus die beelden die gaan wij donderdag gaan wij ook die beelden bekijken. Maar ik wil vooral dat je vandaag echt aan de slag gaat weer met je energie. Het gaat me er niet om dat je goed speelt. Het gaat me er niet om dat je alles perfect doet. Maar het gaat me er wel om dat je een balverliesje omschakelt. Dat je energie in de training wil stoppen. Snap je dat? Dat vind ik echt belangrijk, want vorige week moet ik je aanspreken tijdens de training op dinsdag. Toen was ik bij die groep aanwezig, dat ik me nog kan herinneren. Daar moeten we echt vanaf en dat heb ik al vaker tegen jou gezegd. Ik zie echt wel de potentie in jou,
Je hebt de pech dat je fysiek gezien nog niet dusdanig ontwikkeld bent. Maar energie in een training stoppen kan iedereen volgens mij. Ben je dat met me eens? Dus ik snap wat de teleurstelling is. Maar ik hoop wel dat je ermee aan de slag gaat. En dat je vandaag laat zien dat je dus volgende week en ook donderdag. Ja, donderdag trainen we dan niet in die groepen. Dat je volgende week dinsdag gewoon weer in die tweede groep wil trainen. Want ik vind qua niveau dat je daar thuis hoort. Maar dan moet de rest ook kloppen. Duidelijk? Wil je er nog iets over kwijt? Hoe vond je het zaterdag gaan? Tegen VVV? Ja? Heb je daar voor jouw gevoel voldoende energie erin gestopt? Zowel aan de bal als zonder bal. Oké. Nou de training nog dan. Want het gaat om dat je het voor gaat houden. Vorig jaar heb je een periode gehad. Nadat er dus duidelijk werd dat je twijfel was, heb je keihard getraind. Heb je keihard gewerkt om uiteindelijk dit jaar er weer bij te zijn. Het zou zonde zijn als je het weer weg gaat gooien. Toch? Aan de slag dus. Ja? Ja, jij pakt die kant. Binnenkant. Met je binnenkant kun je er ook doorheen trappen. Goed, Sudi. Sluit bij! Goed, Loek. Goeie bal. Doen, doen, doen. Snelle handelen. Sluit door. Sluit door. Goeie bal, diep achter de laatste lijn. David, dit is een moment van sneller handelen. Dit is 2, 3, 4 en dan schieten word je geblokt. Ja, binnenkant, binnenkant. Pak de middenlijn dan. Mooi. Ja. Hé, waarom helemaal om? Omdat Joep nog kan promoveren. Dus ik vind dat hij sterk moet spelen. Plus ik vind dat wij bij de eerste vier moeten eindigen. En of er nou eerst een vierde is, dat is dan eigenlijk niet zo. Maar, dit is het beste voor die jongens. Maar afgelopen week was dat niet zo. Jawel, en toen was de inzicht van al kunnen we iedereen meenemen, gaan we iedereen meenemen. Nou, ik had het met Ed erover. We hebben later even teruggekeken met welke selectie we vorige keer tegen Fortuna hebben gespeeld. Dat was een stuk minder dan wat dit was. Dus, hij gaat vandaag een gedeelte meedoen, denk ik. Zag er wel goed uit. Ik zag hem alweer sprinten op veld 4. Dus ga ervan uit dat hij kan spelen. Ik denk dat ik hem ook ga laten starten als hij kan spelen. Want als het dan niet meer, als ik hem inbreng en het lukt niet meer, dan heb ik liever dat hij start. Hij vandaag traint en morgen traint. Ja. Dus dan is het. Dan gaan we met deze 11 in principe spelen. Het gaat niet om de wedstrijd, het gaat om de principes die we trainen. Dan beter jij dan meer. Dus ik maak het verhaal, we hebben principes getraind deze week. Dat zien we in beide wedstrijden zien we dat terug. We spelen vandaag 11 tegen 11, dus kunnen we wel trainbaar maken wat we voor elkaar willen krijgen. Ja. En die beelden kunnen we gebruiken dan. Maar ik ken mezelf een beetje. Als ik dan en die presentatie moet doen, dus je wil zaterdag iets voor elkaar krijgen. En het is een topwedstrijd, en er staat een camera op. Ja. En dan is het allemaal voor mij en. En als het dan niet voor elkaar krijgt, of het loopt niet zoals ik wil dat het loopt, dat is iets om mezelf op voor te bereiden, zeg maar. Dat is ook heel sterk toch, want jij bent eindverantwoordelijk, waar we het ook vaak hebben over gehad toch? Om je verantwoordelijkheid kan pakken, denk ik. Nee, dat is ook, maar als er en presentatie en, want er komen trainers kijken, jij gaat op vrijdag vertellen van we willen eigenlijk een soort vierkant op het middenveld uitkomen, dus we willen het domineren van de as, hebben we als principe centraal gesteld deze week. Maar als ze dat dan zaterdag niet voor elkaar krijgen en je hebt het op vrijdag wel gepresenteerd en je moet die week erna, want volgende week vrijdag gaan we dus evalueren. Ja. Dan wil je het zo optimaal mogelijk laten zien dat je het goed voor elkaar hebt. Dus daar kan voor mij wel een valkuil liggen, zeg maar, in dit weekend. Ik heb een dilemma. Dat wil ik met jou bespreken. Wat is een dilemma? Een dilemma is een... hoe moet ik dat uitleggen? Wat is precies een dilemma? Dat is een mooie vraag. Dat ik twijfel... Wat ik met jou ga doen zaterdag. Het dilemma is eigenlijk een soort vraag
Ja. Waarop ik niet meteen het antwoord heb, maar dat ik met jou wil bespreken. Oké? Okay? Ja. Ik vind dat je in je proces het goed aan het doen bent. Dus je hebt afgelopen zaterdag een hele goede wedstrijd gespeeld. Je werkt keihard. Je traint hard. Dus zeg maar, alles wat we in het begin van het seizoen hebben besproken, dat heb je best wel aardig op de rit nu. Toch? Ja. Komende zaterdag spelen we Ajax. Maar ik vind op dit moment dat Ezekiel en Kevin verder zijn. Als duo centraal achterin. Uh-huh. Dus dat betekent dat je niet gaat spelen zaterdag. En dat ik niet weet hoe groot jouw rol gaat zijn zaterdag. Je hebt Ajax uit, ben je meegegaan. Heb je eigenlijk heel de rest op de bank zitten, ben je niet ingevallen. Ja. Dat zou zomaar zaterdag weer kunnen gebeuren. Nu is eigenlijk de keuze. Wat vind jij fijner in jouw proces? Vind je het fijner om bij ons aan te sluiten, dan maar op de bank zitten en niet wetende wat jouw rol gaat zijn? Of sluit je dan liever bij onder 14-2 aan, waar je zaterdag tegen Fortuna een hele wedstrijd zou kunnen spelen? En niks is goed of fout, hè? Dus puur die vraag heb ik mezelf gesteld en ik wil het met jou overleggen. Ja, ik had eigenlijk tegen Ajax dat wel mee willen, omdat ja, het gewoon leuk tegen Ajax. Ja. En tegen Fortuna wil ik ook wel, omdat ik van speel ik. En dan, ja, dan ontwikkel ik meer dan als ik op de bank bij Ajax. Ja, van de andere kant zou je kunnen zeggen, kijk, uiteindelijk als jij tegen Ajax een topwedstrijd erbij is en Kevin raakt geblesseerd en je krijgt misschien toch 40 minuten of 50 minuten, ja. Je weet het niet wat er kan gebeuren. Dus jij moet voor. Ik stel eigenlijk jou de vraag: wat wil jij zelf in jouw proces? Wil je liever mee naar Fortuna of wil je liever tegen Ajax? Liever mee naar Ajax. Oké. Dus zaterdag bij Ajax erbij. Niet starten, dat weet je al dan nu. Ja. Ik heb geen idee hoe groot je rol gaat zijn, maar je bent er dan in ieder geval wel bij ons. Ja, zeker. Zeker? Ja. Oké. Okay. Bij deze vreemd. Ja. Op dat. Ja, tuurlijk. We scoren. Goed terug. Alles uit. Goed de goal dichtgemaakt, Oba. Ja, ons gevraagd om wat te vertellen over onze afgelopen week. Richting de wedstrijd die we hier morgen spelen tegen Ajax en die we uitspelen tegen Fortuna. Dus dat hebben we gedaan. Nou, we zijn de maandag gestart, wat wij altijd hebben op maandagochtend is een stafoverleg. Dus om 11 uur komen we samen met Jesse, Bob en Edwin. En dan Joep en ik samen. Dan eigenlijk evalueren we het weekend en de afgelopen week. Maar wat we vervolgens hebben gedaan is de nabespreking van ADO thuis gemaakt. Die hebben we tijdens de training, of in ieder geval voor de training op maandag, hebben we die gegeven. Hebben we ook laten zien wat we daarin beter hadden kunnen doen. Vervolgens hebben we bepaald, oké, wat zijn dan de accenten? Vooral in de voorwaarden, als je kijkt naar, hij hangt hier, naar onze principes. Hebben we vooral gekeken naar welke voorwaarden willen we nou komende week gaan trainen. Het waren twee dingen, domineren in de as. Kijken of we een overtal konden creëren op het middenveld. Dat hebben we met het zicht op Ajax gedaan vanuit een buitenspeler. Dus Ajax maakt vaak koppels op het middenveld. Laat onze back vaak vrij. Krijg je back op back. Als we de buitenspeler in de as kunnen krijgen, kunnen we dus een overtal op het middenveld krijgen. Daar liggen onze kansen. Fortuna die zet druk met 9 en 10. Dan heb je vaak al een overtal op je middenveld. 3-2. Tenzij ze doordekken, nou ja, dan moet je een andere oplossing zoeken. Dus daar hebben we naar gekeken of dat we dat voor elkaar konden krijgen. En een stukje restaanval. Dus wij zitten druk vanuit 9 en 10. Wat we hebben gemerkt is dat we vooral tegen Ajax de vorige keer in de uitwedstrijd daar veel mogelijkheden hebben gehad, dat daar kansen voor ons lagen. Dus daar willen we ook wat doen in deze week om vervolgens daarvan te kunnen profiteren op de zaterdag. Maar de hoofdprincipes die we uiteindelijk getraind hebben, is uitspelen van opbouw, het aanvallen van de ruimte en het stukje diepte creëren. De eerste bovenste twee zijn vanuit het aanvallen en de derde is vanuit het omschakelen van verdedigende aanvallen toe.
Nou, wat we hebben gedaan op maandag is een teamtraining. Dat is elke maandag zo bij ons. Waarin we het accent hebben gelegd op domineren in de as. Daar zal ik straks op terugkomen met beelden. Next, dinsdag. Dinsdag hebben we wat individuele training met onder 13. Dus dat hebben we ook zo gehouden. We hebben in kleine groepjes getraind. We hebben de partijen daarna in 3 groepen ingedeeld. In die partijen zijn we wel weer bezig geweest met de accenten die we hebben gelegd. We hadden veel jongens vanuit onder 14 en een aantal jongens vanuit onder 13 die ook vaak bij ons aansluiten. Dus die hebben we daarin meegenomen. Ook daarvan straks de beelden. Op donderdag hebben we normaal gesproken een individuele dag, alleen de toetsweek. Dus hadden we een teamtraining omdat we in de middag moesten trainen. Nou, dat was ideaal, we hadden een heel veld, we mochten op veld 2 trainen, dus dat was top. Dus we hebben een teamtraining gedaan met accent op de restaanval, dus die hebben we erbij gepakt. En het domineren van de as hebben we doorgepakt vanuit de maandag. We hebben 11 tegen 11 gespeeld, richting Ajax en Fortuna. Dus wat we gedaan hebben is 4 blokjes gespeeld. In die blokjes hebben we zowel met de voorste 3 druk gezet zoals Ajax dat doet. En met 9 en 10 druk gezet zoals Fortuna dat doet. Dus we hebben ze veel in de situatie gebracht. En gekeken wat ze daarin als oplossingen aan gingen dragen. En te kijken of we dat beter konden gaan doen. En we hebben individuele beelden bekeken met een x-aantal spelers gisteren. Om ook hen hun individuele ontwikkeling door te laten gaan. Vrijdag, dus vandaag, hebben we IntelliGym en een teamtraining. Dat is de dag voor de wedstrijd, dus ik denk dat de meesten het wel doen. Maar dat wordt een korte, scherpe training met kleine partijen. Hopelijk veel beleving, afwerkvorm erin. Daar hebben we nog geen beelden van, want die moeten we vanmiddag nog doen, uiteraard. En wat we doen is een standaard situatie. De vrijdag gebruik ik af en toe om een standaard situatie te trainen. En de corners hebben tot op heden redelijk wat succes opgeleverd. Dus dat is wel leuk om te zien. De spanning. Die wedstrijdspanning heb je dat nooit. Ja, ik heb dat niet. Ja, ik had dat wel altijd. Maar ik ben tegenwoordig zo overtuigd van het feit dat we het goed hebben staan. Dat we het goed voor elkaar hebben. Dat we gewoon echt een grote kans hebben om die wedstrijd te winnen. Dat gewoon minder is. Dus zodat ik... Gewoon dat ik zeker ben van de zaken en het proces waarin we zitten, is dat gewoon minder geworden. En dan kun je nog eens een keer een wedstrijd verliezen, daar gaat het niet om. Goedemorgen jongens, mooie tijd. Dus dat is goed. Ajax vandaag. Volgens mij een wedstrijd waar je naar uit kan kijken. Dat zijn de wedstrijden denk ik waarvoor je het doet. Topwedstrijden spelen in je ontwikkeling. En een topwedstrijd waar wel wat druk op staat. Dus dat is nog mooier, want hoe gaan we daarmee om? En hoe gaan we uiteindelijk die wedstrijd, met welke focus gaan we die wedstrijd aanvliegen? Ik weet één ding zeker. Ik heb jullie een aantal topwedstrijden zien spelen dit jaar. Focus is altijd goed geweest. Met die focus moet je vandaag weer op het veld staan. Want dan heb ik er heel veel vertrouwen in dat wij vandaag die wedstrijd gaan winnen. Oké, zoals we nu staan, zo gaan we die wedstrijd daar ook spelen. Met z'n allen. Iedereen in zijn eigen taak. Iedereen in zijn eigen kwaliteit. Met de juiste focus. Want één ding is zeker, boys. Vandaag gaan we Ajax pakken. We gaan vandaag die koppositie pakken. En we gaan vandaag de eerste stap zetten richting het winterkampioenschap. Geloven jullie daarin? Ja. Oké, dat klinkt goed. Gas erop dan. Zijn we er klaar voor? Ja. Zijn we er klaar voor? Ja. Zijn we er klaar voor? Ja. Kijk, kom op, boys. Kom op. 2 minuten onderweg. Ik denk dat de eerste 2 minuten... gaat volgens plan en dan, nou ja, valt er voor stomme reden nog een half uur stil. Ja. Je maakt de beslissing eerst om buiten te blijven, dat duurt allemaal lang en je gaat toch naar binnen. Als je dat stukje wat je van het veld weer terug naar binnen loopt, wat gaat er dan door je hoofd? Wat denk je dan? Ja, hoe gaan we ervoor zorgen dat we dadelijk hetzelfde starten als de eerste 2,5 minuten we net gestart zijn? En ik weet al, 2,5 minuten is niks, maar het gevoel hoe je aan de wedstrijd begint, die was wel goed in die eerste 2 minuten. En wat je dan wil doen in de kleedkamer is ze erbij houden in de focus. En ik denk dat ik daar dingen anders had kunnen doen. Ik heb gepraat over het feit dat we moesten zorgen dat we niet onze focus gingen verliezen. Maar als je praat over niet, denk maar aan een denk niet aan een roze olifant. Je denkt aan een roze olifant, dat voorbeeld is natuurlijk bij iedereen bekend. En ik denk dat zeg maar, als je dat dan terug ziet bij jezelf en ik hoor mezelf daarin terug, dat ik daar meteen ook zoiets had van... Ai, daar zeg je iets en je bedoelt het goed, maar de manier waarop je het zegt, die komt eigenlijk niet over. Want je zegt dat ze niet uit de focus moet raken, maar ja,
vervolgens gebeurt het wel. We hadden beter in kunnen steken op hoe gaan we ervoor zorgen dat we onze focus houden. Zonder het woordje niet te gebruiken. En ja, dat zijn dingen die dan heel interessant zijn ook voor mezelf in zo'n week. Om mezelf terug te zien en daar wat mee te doen. Hoe belangrijk woorden zijn. Hoe zwaar woorden wegen richting de groep. Jongens geven in de nabespreking op de maandag erna aan. Dat ik in mijn bespreking heb gezegd dat dit een wedstrijd is die we moeten winnen. En dat heeft zij het gevoel gegeven, hun het gevoel gegeven. Oeh, nu komt er nog meer spanning. Nu voel ik nog meer die druk, zeg maar, om die wedstrijd te moeten winnen. Want dat denk ik dat we moeten winnen. Terwijl ik hem eigenlijk niet eens zozeer op die manier bedoelde. Maar meer vanuit de stand gezien. Ja, als je er voorbij Ajax wil, dan moet je hem winnen. Zo heb ik hem denk ik ook uiteindelijk ingestoken. Maar zo is hij niet overgekomen. Ik heb gezegd, ik ben ervan overtuigd. Ik heb alle vertrouwen in dat wij die wedstrijd gaan winnen. Want ik ken jullie kwaliteiten. Maar voor hun was dat ook. Oh, ja, dan moet het nu wel echt gebeuren. Want de trainer zegt dat hij ervan overtuigd is. Terwijl, ik bedoel dat heel positief, maar het komt anders over. En dat is ook wat er denk ik gebeurd is na die 2 minuten in de kleedkamer. Je bedoelt het goed en je wilt het juist mee insteken. Maar ik heb niet de juiste woorden gebruikt uiteindelijk. Ja, en dan ben ik natuurlijk niet meer dat het eerste beste bal een minuut later meteen erin vliegt. Met de zon en weet ik wat allemaal. Ja, maar ook dat zijn keuzes die we de hele week hebben gemaakt. We willen graag opbouwen. We willen graag onder de druk van Ajax uitspelen. Ik ben er ook echt van overtuigd dat we dat kunnen. In de uitwedstrijd denk ik dat we de bovenliggende partij zijn geweest. De laatste 10 minuten na uit bij Ajax. En dat gevoel neem je mee naar deze wedstrijd. Dus ik had ook echt het gevoel. Wij gaan hier ook weer onder de druk uit kunnen spelen. En wij gaan hier ook kunnen domineren in die wedstrijd. Maar dat, ja, dan gebeurt er toch iets anders. Dan maken we vanuit de opbouw die we eigenlijk zoals we wilden, maken we een fout. Leveren de bal in 1-0 achter. En binnen, ik denk, was het 7, 8 minuten, sta je 3-0 achter. Een kwartiertje. En vliegt er een bal in door de zon. En leveren we nog een bal in de opbouw. Ja, en dat, dan kom je in onzekerheid ook bij spelers. En dan weet je, dan is het zo moeilijk om dat tegen te houden. Dan is het eigenlijk, glipt alles weg. En moet je het accepteren en moet je kijken of je het in de rust weer voor elkaar krijgt om, ja, het in ieder geval weer zo dusdanig voor elkaar te krijgen dat het de tweede helft niet nog erger wordt.